We're dying. It's so warm. Okay. Hey iedereen, welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben vandaag met Lynette. Yay! En we hadden een heel leuk idee, want ik ga Lynette in mei maken, dus met make-up, outfit. En Lynette gaat op haar kanaal haar... In jouw veranderen. Ja! We gaan beginnen. En ik kan niet, ik herhaal, niet iemands make-up doen, maar ik ga het echt proberen. Ik heb vertrouwen in je. Het moet vast lukken. We gebruiken wel... dus zeg maar, elkaar, zeg maar ons eigen foundation. Ja. Anders, nou ja, of niet. Misschien ja, is het wel heel mooi. Mijn. Maar wat voor kleur heb jij? Want jij bent echt wel, kijk wat... Ik ben wat geler. Ja, en ja. Ik ben echt meer roze, zeg maar. Ja, het is wel heel anders. Nou, we beginnen met de concealer. Waarschijnlijk weer een hele andere, we hadden toch vorige keer al een hele andere volgorde. Met make-up, ja. Ja. Okay. Nou, de concealer zit erop. Nou. Is het mijn kleur? Oh, hij is echt heel geel voor mij. Oké, okay, oh wel. Jij gebruikt geen beauty blender? Nee, ik gebruik mijn kwast. Altijd. Oh. Ja. You gotta deal with it. Je bent helemaal geel. Is het echt zo erg? Ja. Het is nu echt zo'n correctie concealer. Ja, precies. Maar als je daar gewoon een foundation overheen dat doet. Dat kan gewoon. Ja. Ik doe gewoon even veel hoor. Huppatee. Huppatee, ja. We gaan ervoor. Wat doe je dan vaker bij make-up bij anderen? Want als je het kan. Ik heb het één keer bij Bart gedaan. Echt? Voor een video. Toen heb ik zelfs nepwimpers bij me opgedaan. Oh. Toen was ik echt impressed. Maar ik ben echt, dat is echt knal. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik ben echt maar wat aan het doen eigenlijk. Ik doe gewoon echt wel... precies wat ik bij mezelf doe. Maar... Echt? Oh, ik vind het ook wel leuk om anderen op te maken of zo. Waarom hè? Je hebt echt veel sproetjes. Dat is echt schattig. Dat vind ik echt leuk. Dat heb ik niet. Dat maar daarom draag ik in de zomer ook nooit foundation, want dan zie je die sproetjes een beetje. En nou, dan lijk ik iets browner. Ah. Nee. Het is echt een beetje cheaten, maar... Het maakt niet uit. Het gaat om het idee. Oké. Okay. Toch? Dus okay, we gaan nog een beetje... Ja, we gaan gewoon een beetje opdoen. Kijk, als je dit gewoon als concealer aanbrengt onder mijn ogen... Ja. Echt alsof ik hier een of andere pro ben en ik heb ook geen idee waar ik ben. Maar ik heb met mezelf, lukt het nog wel ofzo. Okay. Maar bij anderen vind ik het echt nog wel moeilijk ofzo. Ik vind het ook echt knap dat mensen visagisten en zo. Ja, dat vind ik ook altijd wel knap, ja. Zo knap. Ey, ja? Veel beter. Top. Ja, dan heb je tenminste een hele dekkende concealer. Dekkende concealer. Geen enkele wal in nee, zien. Nee, dit een beetje wat... Ik moet een beetje blenden, jongens. Even een beetje blenden. Ik denk dat het wel kan, maar ik zie nog dat ik dit ben vergeten. Zo, oh my god, mijn nek matcht helemaal niet. Zeg je het? Niet lachen. Ik wil het gewoon goed doen. Maar ik lijk nu ook minder oranje. Ja. Nee, minder shiny gewoon. Maar ja, dat heb ik ook hoor. Je hebt altijd eerst je gezicht en dan je ogen. Ja. Wat eigenlijk veel slimmer ja, is. Ja, want als kom je met foundation op je ogen. En nee, dan... trouwens. Andersom, want als je eerst je ogen doet en dan je gezicht. Stel je hebt vlekken of zo, dan hou je dus je concealer en foundation weg. Ja, oké. Okay. Maar ik heb nooit. Iedereen heeft zijn eigen manier. Ja. We accepteren je zoals je bent. Fijn, wat fijn. Moet ik een fishy face maken? Ja, zeker. En ik ga ook nog niet hier. Dat doe ik ook altijd. Ja, ik ook. Lijkt je wat meer bruiner of zo. Precies. En ik doe ook altijd hier. Nose contour. Ja. Oké. Okay. Brows? Ja? Ja, eigenlijk altijd eerst mijn eyeliner. Ik kan niet tekenen, weet je wel? I mean... Oké, okay, wacht. Niet be- oh my god. Oh my god. Ik ben bang. Je kan ook een tutorial van mij volgen, hè? Ik doe dit, dan doe ik hem zo naar het bovenste dan yeah. Trek ik hem, en dan vul ik het in, zeg maar. En dan doe ik de onderste connecten. Hey, nice! Nou, dat is zo een begin. Staat zo, doing. Kijk hoe goed ze het heeft gedaan. In één keer. In één keer. Welke mascara gebruik je? Van Bourjois. Oh, zo. Nou, ik heb die gekregen. Dat en is echt zo'n merk die ik al jaren niet meer gebruik. Ik dus ook. En dat ik hem gegeven dacht ik, let's try it. Het voelt me vet goed. Oh, ja, nice. Okay. Jij bent wimper extensions. Nee, geboren. Heb je wimpers gekruld net? Nee, dit zijn gewoon mijn wimpers. Huh? Het is ook aan te denken om nog zo'n... dat je van die olie hebt waardoor je wimpers nog meer groeien. Ja. Maar ik ben echt bang dat mijn wimpers... Want soms als ik mijn mascara doe, dan zitten mijn wimpers echt hier. Dat ik denk, ja, misschien moet ik dat niet doen. Ik weet wel, bijvoorbeeld castorolie, ken je dat? Ja. Dat werkt heel goed. Dat is ook echt wondermiddel, hè? Yep. Komt je hebt echt mooie wimpers. Holy shit. Dat ik echt niet... Ik heb niet zo'n mooie wimpers. Maar hoe kan dat?
Hebben ze niet gekruld? Nee, niet. Dit zijn gewoon mijn wimpers. Oeh, je gaat echt merken straks. Maar dan heb ik echt... Ik heb zo de rechte wimpers. Ja, niet recht, maar... Ja, dat hebben heel veel mensen. Die van mij zijn eigenlijk uit natuur wel een beetje gekruld of zo. Leek het zeg maar net of ze gekruld heeft. Ja. Nou, ik denk dat het eigenlijk wel... ik denk dat het eigenlijk wel goed is. Oh god, ik ben heel benieuwd. De wenkbrauwen. De wenkbrauwen, ik doe altijd met Maar het moet dan ook in jouw vorm wel, hè? Ja! Ja, maar gewoon iets langer. Ik zou ze gewoon iets langer doortrekken. Ja, mijn zijn een beetje zo wat hoekiger of zo. Nee, ze zijn juist heel rond bij jou. Je hebt hele ronde wenkbrauwen. Maar waar doe je je wenkbrauwen mee? Met poeder? Potlood, maar ik ga ze volgende week laten verven. Want echt? Ja, ik denk echt van... Ik ben altijd zo lang mee bezig met mijn wenkbrauwen. Ik krijg ze nooit goed in vorm. Nee, dus ik ga ze nu dit is echt mijn saver. To be honest with you, Anastasia, ik dit. Anastasia is ook echt goed hoor. Ja, want ik had echt zoiets van... Ik deed altijd mijn potlood en op een gegeven moment dacht ik ja... Ja, hoeveel betaal je voor zo'n potje? 30. Maar ik doe er echt lang mee. Ja, oké. Had jouw borst zitten. Je hebt echt eigenlijk bijna geen wenkbrauwen. Nee, ik heb best ik heb heel wenkbrauwen. Veel haar. Ja? Dat is niet chill. Maar alleen van je lichte wenkbrauwen. Dus het wordt gewoon echt raar, denk ik. Als je... Gewoon doen, ik moet op jou lijken. Ja, dat is waar, oké. Okay. Oh my god, oh my god. Hi. Dit is echt struggles voor leven. Okay. Oh my god. Oh ja, dan is het wel iets meer jouw lengte. Alleen je lengte is zet. Ja. Inderdaad, nee, ze moeten wel iets minder langer. Ja. Oké. Okay. Die zielige wenkbrauwen. Ja. De lips. En dan de pruik. Die gaat ook wel de wenkbrauw beter maken, geloof me. Ja. Oké, okay, nou, ik gebruik deze van MAC. Dat is mijn Velvet Teddy. Oh. Zoiets? Ja. Ja, toch? Ja. Oké, okay, oh, zal ik de pruik pakken? De pruik, jongens. De pruik. Omdat ik natuurlijk een beetje slag heb en krullen. En dit is best wel stijl haar. Gaan we... Een knot doen, dat ik eigenlijk nu in heb, met een scrunchie. Dus het gaan we proberen met de pruik. Een kuik. Kan ik wel iets doen bij mij is dat? Nee, maar ik denk ook niet, überhaupt niet dat het kan. Dat kan, nee. Zo omhoog, zie je? Ja, kan niet. Oké, okay, dan zonder pruik dan. Ja, dan moet ik gewoon mijn eigen haar zo'n kruis. Fuck it! Voordat we het haar gaan doen, gaan we kleding doen. Ik heb een paar outfits bij. Dus we moeten even kijken welke je nu wilt. Ik denk dat ik dat witte topje met die rok ga doen. Ja, wil je dan een t-shirtje erop? Ik denk dat ik gewoon een topje erop. Of topje, voor de warmte. Ja. Oh mijn god. Een beetje zo of zo. Ja. Okay. Staat je echt mooi man. Hey, nice. De knot. Daarvoor? Naar voor, ja. Ga ze naar voor? Oké, okay, momentje, ik ga het fixen. Ja, hey. It's something. Alleen het matje moet even wegwerken. Ja, die moet even wegwerken. Oh my god. Vind je? Ja. Oh, die wenkbrauwen. Even waaien hoor, jongens. Oh, dit is zo gek. En nu moet ik die beeld nog op, toch? Ja. Bitch. It's me. Ja. Moet ik kijken? Oh, je bent echt een heel ander persoon. Waarom heb je eigenlijk nooit zo'n knot? Ja, weet ik niet. Het is echt cool. Vind je niet? Ik vind dat je het best wel goed hebt gedaan. Ja. Oh my god. Oh, wacht. Ik wil nog de oorbellen eigenlijk doen. Want deze heb ik echt heel vaak in. Dus dat is echt jouw signature? Ja. Oké. Okay. Kijk, ik denk wel, omdat je blond bent, dat het gewoon een beetje too much is of zo. Ja, vooral die wenkbrauwen. Maar, oh maar my god. Verder. Hi. Zo praat ik er helemaal niet. Nee. Vind je het wel mooi, hè? Ik vind het wel grappig. Ik heb nog nooit zo'n knot op mijn hoofd gehad. Nee. Ik vind het hier wel staan eigenlijk. Nou, thanks. Nou, ik ben jou. Yay! Oké, ik ga even een full-on shot maken van Annette. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. En dat jullie net een beetje op mij vinden lijken. We tried. We wilden eigenlijk met de bruine pruik. Maar dat, nee. Dat ging niet helemaal. Maar het is wel funny om je ook in mijn auto. Deze staat ook echt leuk. Het is ook echt iets wat ik zelf nooit zou kopen ofzo. Maar waarom niet? Dan, ja, weet niet. Maar als je het dan aan hebt, dan denk je, oh, dat is best wel leuk. Ja. Als je benieuwd bent naar hoe Lynette mij in haar verandert, dan moet je even haar video kijken. Yes. Hieronder in de beschrijving. En ik zal het ook in de endcard even zetten. En dan... Ja, dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
Doei! Doei!